geachte vrijwilligers, vrienden en bekende klanten van de Dorcaswinkel. Het is vandaag een heugelijke dag. Een dag waar wij als Dorcas vrijwilligers lang naar hebben uitgekeken. Nou ja, lang. In een recordtempo van 15 weken zo ongeveer heeft zich een metamorfose voltrokken. In een gebouw dat in Aalsmeer al jaren bekend staat als Victory. Ja. Misschien is het een beetje inlegkunde van me, maar het is een voorspellende naam. Victory. Dorcas, een winkel op het industrieterrein in Aalsmeer. Maar geen gewone winkel. Wat voor winkel is Dorcas? Ernie Wesselius, voorzitter van de stichting Dorcas, vertelt het ons. Wat is Dorcas voor een winkel? Dorcas is, je zou kunnen zeggen, een kringloopwinkel. Waarom? Men brengt goederen binnen die men over heeft en wij gaan dat weer verkopen voor het goede doel. Dus een kringloopwinkel, ja. In de eerste plaats vraag ik me toch af wat de naam Dorcas betekent of waar die vandaan komt. Dat kan ik me voorstellen. Er zijn altijd al gedachten van, is het een afkorting ergens van? Nee, het is heel simpel. Dorcas is een vrouw die wordt genoemd in de Bijbel, in het boek Handelingen. En dat was een rijke vrouw die oog had voor de arme mens. Ze maakte kleding voor die mensen. En daardoor heeft de Dorcas hier in Holland haar naam genomen vanwege het feit, zij had oog voor de arme mens in de wereld. Hier op het industrieterrein in Aalsmeer heb je wel een heel grote winkel, hè? Dat klopt. We zijn zo'n 10 jaar geleden begonnen. Een klein winkeltje. Dat werd al vrij snel te klein. We zijn naar een grotere winkel gegaan. En uiteindelijk zijn we hier terechtgekomen, want we barsten uit onze voegen. Met heel veel vrijwilligers. Met ontzettend veel vrijwilligers. We zijn op dit moment, ik kan het niet per uur zeggen, maar ik denk tussen de 130 en 140 vrijwilligers. Ja. Je haalt geld op en dat steek je niet in je eigen zak. Dat denk ik niet. Iedereen die komt, die krijgt geen cent. Laten we duidelijk zijn. Nee, het geld gaat allemaal naar de allerarmsten in de wereld. In welke landen vooral? Dorcas richt zich hoofdzakelijk op Afrika en op Oost-Europa. Jullie hebben allerlei goederen in de verkoop, maar ik heb ook gezien in een sorteerruimte dat er ook goederen worden verstuurd. Klopt. Dorcas heeft een paar pijlers waarop het hele werk steunt. Dat is de financiële hulp, dat is de noodhulp, dat is sociale hulp. En de goederen, dus als mensen echt goederen nodig hebben, kleding, materiaal om te kunnen werken, dan gaat dat dus naar die bewuste landen. Wordt het allemaal gecontroleerd, ook financieel? Want er wordt geld gestuurd, hoe gaat dat? Ja. In Nederland is het CBF-keur, Centraal Bureau Fondsenwerving. En daar zijn we bij aangesloten. Dat keurmerk, dat mogen we voeren. Dat betekent, we mogen maximaal 25% voor eigen kosten gebruiken. Als voorbeeld, de Dorcas vrachtwagen die meubels ophaalt en wegbrengt naar de verschillende mensen hier in Aalsmeer. Die rijdt niet op water, zoals u zich kunt voorstellen. Dus benzine moet ook gekocht. Ja. Maar nou wordt het geld verstuurd naar de landen. Het geld verstuurd, nou, dat klinkt erg van er gaat een zak met geld heen en zo werkt het niet. Het is uiteindelijk, we hebben in de bewuste landen hebben we ook projectmanagers lopen. Kantoren zijn daar gevestigd die dus echt de hulp zodanig instellen dat het geld wat komt, wordt niet zomaar uitgedeeld. Daar worden de mensen in noodgevallen van voedsel voorzien. Er zijn ook vrijwilligers die ter plekke gaan kijken. Ja, dat klopt. Hey, dankjewel, we gaan eens even kijken, want er is iemand die hier rondloopt en die bij zo'n project aanwezig geweest is. We gaan eens kijken wat die ons te vertellen heeft. Prima. Dorcas is een nationaal gebeuren. Het is niet alleen hier in Aalsmeer, maar ook in de rest van het land. En Dorcas organiseert ook reizen naar de projecten. En Ida Rusink is iemand die een keer met een reis is meegegaan. Waar ben je geweest? Klopt, ik ben vorig jaar maart naar Oekraïne geweest met nog een collega hier van Aalsmeer. In een groep van hoeveel? Ongeveer 14 mensen. Ja. Hoe wordt dat bekostigd? Dat betalen wij allemaal zelf. Ja. En het heeft ons heel goed gedaan, want wij hebben dingen gezien die we ons niet voor konden stellen. Wil je een voorbeeld geven? Een voorbeeld wat mij heel erg geraakt heeft is een heel oude dame die ons huilend ontving. Tussen haakjes, wij kwamen voedseldozen brengen. Die worden ieder jaar, zoals u waarschijnlijk weet, in de supermarkt verzameld. En dan gaan er dus duizenden dozen met vrachtvervoer ieder jaar naar Oekraïne. En die hebben wij dus bezorgd. En daar kwamen wij bij een oude dame die helemaal alleen was. De dorpen zijn meestal leeg, alle jongeren trekken weg. En mensen moeten zichzelf eigenlijk voorzien. En
moeten ook hout sprokkelen, want gas is er niet. En als jij over de 80 bent en niet goed ter been, kun je niet meer zelf je hout sprokkelen. En geld om dat te kopen is er ook niet, want de pensioenen worden weinig of niet uitbetaald. Ja, je hebt dat project bezocht. Je hebt er natuurlijk toch wel voldoening van. Want je doet dit vrijwilligerswerk en nu heb je ook gezien waar het voor is. Het is heel hard nodig, want dit was maar een voorbeeld. Het is wel duidelijk dat jullie goed werk doen als vrijwilligers en dat Dorcas bestaat. En we zijn blij dat we daarover ook nog even met jou hebben kunnen spreken, want jij hebt ons verteld hoe erg het nodig is. Dankjewel. Heel graag gedaan.